In het jaarverslag heb ik twee hoofdboodschappen proberen over te brengen. De eerste hoofdboodschap heeft betrekking op Europa. Gelukkig zijn we inmiddels in iets rustiger vaarwater terechtgekomen voor wat betreft de financiële markten. Dat is vooral gekomen door de ongewone acties van de ECB. Maar deze acties kunnen de crisis niet oplossen. Met deze acties kunnen we alleen tijd kopen. En die tijd die moet nu worden gebruikt door de overheden om te zorgen dat ze hun huishoudboekjes op orde krijgen en dat ze hun economieën moderniseren. En door de banken die moeten zorgen voor verdere versterking van hun balansen. Als die partijen dat doen, dan kunnen we uit de crisis groeien. Om uit de eurocrisis te groeien, zijn er dus aanpassingen nodig in de economie. Die aanpassingen beperken zich niet tot Zuid-Europa. Ook de Nederlandse economie zal een aanpassingsproces moeten doormaken. Dat is mijn tweede hoofdboodschap in het jaarverslag. We zullen in Nederland een geloofwaardig pakket moeten samenstellen van bezuinigingen en hervormingen om de economie te moderniseren. Nederland zal de komende jaren langzamer groeien. Dat komt omdat onze beroepsbevolking niet meer groeit. Dat betekent dat om die lagere groei nog te kunnen realiseren, we er hard aan zullen moeten werken met hervormingen op de arbeidsmarkt, hervormingen op de woningmarkt, hervormingen bij de pensioenen en hervormingen bij de zorg. Maar zelfs als we die lagere groei dan volledig realiseren, dan nog zullen bezuinigingen onontkoombaar zijn om het begrotingssaldo weer op orde te brengen.